Goedemorgen. Ik dacht vandaag doe ik mijn Schotse muts weer eens op. Schotse baret. Een beetje folklore. Want vandaag is de modedagen. Dus laten we eens een mode gaan tekenen. Doe je weer mee? Ja, een molen. Hoe teken je nou een molen? Dat is een goede vraag. Want ja, het lastige vind ik altijd bij een molen, dat zijn de wieken. En wat teken je nou eerst? Ja, het beste kan je beginnen inderdaad met de wieken. We laten dus even uitgaan hier van een vierkantje waar die draait, zeg maar, de wieken. En daaraan zit er dan... Misschien teken ik het nu wel erg groot, maar... ook ongeveer even groot zijn natuurlijk. Of tenminste, ze moeten even groot zijn, die wieken. Uit het hoofd is dat nog best lastig. En dan zit er aan zit zo'n rek, zeg maar, van latjes waarop ze die doeken kunnen spannen, de zeilen kunnen spannen, zodat die wind gaat vangen. En ook kan ronddraaien. Maar die zitten altijd aan die zijkant van zo'n lat, zeg maar. Zo. Die molen, die moeten we dan dadelijk erachter tekenen. Achter die wieken, zeg maar. Nou, er zit vaak zo'n kop op die molen. Het is vaak rijkelijk versierd zo. En daarachter zit dan een kap. Je hebt verschillende types natuurlijk qua molens. En die kan ronddraaien. Daar zit dan een zo. Het is wel een brede molen voor vergeleken bij de wieken, maar goed. En dan zitten er nog van die raampjes in zo. Als je een beetje 3D wil doen, doe je zo. Hier ook een raampje zo. Zo. Misschien nog een grote deur erin. Zo. Daarachter, om die molen te kunnen, die kop te laten ronddraaien, zit ook nog een frame. Zodat ze die hem ook kunnen verplaatsen vanaf de grond, zeg maar. Zo, en dan staat die vaag dan ook nog eens op een soort terp. Dat is weer lastig met die... Zullen we dat ook maar een wegje doen, zo wat er naartoe gaat naar boven. Zo. Nou, we kunnen hier nog een extra schaduwtje aangeven onder die kap. De kap is vaak van riet. Nou, dan hebben die wieken ook nog een... Dat is trouwens een goede vraag. Welke kant draait ze op? Hij is tegen de klok in of met de klok mee? Als je die zeilen zo zou zien, of die wieken, zou je zeggen tegen de klok in. Laten we eens gewoon dat tegen de klok in laten draaien. Zo. Zie, door de streepjes aan te geven, snelheidsstreepjes, krijgen die wieken ook vaart. Zo. En ja, we zouden hier nog wat steentjes zo kunnen aangeven. Ook altijd leuk zo om dat weer te geven. Zo.
Nou, ik vind dat we zo'n een best aardige molen hebben getekend. Ga zelf eens kijken wat voor verschillende molens er zijn. Ik kan natuurlijk ook gewoon een windmolen tekenen. Ja, dit is wat klassieker natuurlijk. Al denk ik dat de weekenden nu een beetje kort zijn. Maar goed, ga ermee aan de slag. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.